Het bestuur van D66 geeft toe dat er in het verleden, zoals ze het zelf noemen, onveilige situaties voor jonge vrouwen waren. Partijvoorzitter Annemarie Spierings erkent dat naar aanleiding van een onderzoek dat ze hebben laten doen. Na meldingen dat de oud-voorzitter van de talentencommissie jonge vrouwen intimideerde. Die klacht is volgens het onderzoek ongegrond, maar er kwamen wel andere zaken aan het licht. Eind vorig jaar begon de bal te rollen na een anonieme brief. Binnen D66 zou vooral voor jonge vrouwen een onveilige sfeer heersen. De partij stelde direct een onderzoek in. Dit gaat om gevoelens, het gaat om privacy, het gaat om integriteit en de reputaties van mensen. Dus we moeten dit netjes doen. Uit dat onderzoek blijkt nu dat de anonieme briefschrijver niet de enige is. Met name tijdens congressen, borrels, bestuursweekenden en andere georganiseerde bijeenkomsten zou onderling worden geflirt. Waarbij met name bepaalde mannen op jonge vrouwen afstappen en waarbij ook seksuele en of buitenechtelijke relaties ontstaan. En daarbij is soms sprake van grensoverschrijdend gedrag, staat er verderop. In totaal hebben zich 19 mensen gemeld bij de onderzoekers. 5 van hen waren tijdens de voorvallen jonger dan 25 jaar. Mensen die zich melden, die hebben geen veiligheid geboden. Dat lijkt me nogal pijnlijk. Dat is in het verleden niet altijd goed gegaan. En daarom ook belangrijk dat het nu op deze manier in kaart is gebracht. En dat we aan de slag gaan om dat in de toekomst te voorkomen. De anonieme briefschrijver heeft zich nooit gemeld.